Sun Roots is een initiatief wat geboren is omdat zonne-energie op dit moment nog best wel duur is. Hè. Het plaatsen van zonnepanelen op je dak is, ja, het is net, ja, is het voordelig of is het nadelig? Dat is nog een beetje de vraag. Dus we dachten als buurtbewoners van, nou, laten we eens kijken of we wat groter in kunnen kopen, zodat we misschien wat winst kunnen boeken bij de inkoop, zodat het veel haalbaarder wordt om zonnepanelen op het dak te zetten. Dus dat zijn we gaan doen. Mijn buurman Christian Brester is op dit moment ziek. Die is er eigenlijk vooral heel erg diep ingedoken, want die had contacten met leveranciers en met fabrikanten. En die is enorm in de weer gegaan en we hebben een enorme vraag weten te genereren. Van, we hebben uiteindelijk 600 zonnepanelen, de vraag van 600 zonnepanelen bij elkaar weten te krijgen. En met zo'n enorme hoeveelheid zonnepanelen, dat zijn eigenlijk bijna twee containers vol, twee zeecontainers vol. Heb je ook wel een positie om te onderhandelen met leveranciers of met fabrikanten? En uiteindelijk is er nu gewoon een hele goede deal uitgekomen, waardoor de terugverdientijd van de zonnepanelen behoorlijk omlaag is gegaan. En het rendement van de zonnepanelen beter is geworden dan als je je geld op de bank zet. Dus dan hebben we win-win. We hebben aan de ene kant hebben we dus groene energie die je zelf opwekt. En aan de andere kant is het investeren in zonne-energie beter dan het geld op de bank zetten. Dus nou ja, dan voor elkaar.